Goeiedag, het is vandaag 10 januari 2024. Wij staan hier bij het dalstation van de Smaragdbaan en dat is in Bramberg aan Wildkogel. En Neukirchen ligt hier naast, daar gaan wij ook nog even kijken vandaag. En het skigebied, ja, dat is natuurlijk de Wildkogel Arena. En in deze dorpen die je hier hebt, kun je prachtige chalets krijgen. Moet je ze wel eventjes boeken natuurlijk. Maar wat wij gaan doen, wij gaan eerst eventjes het skigebied verkennen. We zijn bijna bij de top. En jullie kijken hier naar de hoofdkam van de Alpen. En ook kijk je tegen het Nationaal Park Hohe Tauern aan. Hier staan we bij het bergstation van de Smaragdbaan. En wat me opviel, dat er best wel wat aantal mensen naar boven gingen, nu al met een slee. Om die 14 kilometer lange afdaling te gaan maken. Kijk, en daarboven zie je ook wat mensen die gaan wandelen. Waarschijnlijk echt met die speciale sneeuwschoenen. Ja, en hierboven vind je al meteen een hele makkelijke piste voor de allerkleinste. Gaan we skiën leren. En ik heb het wel eens vaker verteld, die mooie grote rots die je daar in het midden ziet. Volgens mij is dat de Große Rettenstein, het middelpunt van de Kitzbüheler Alpen. Nou, zoals je hier kunt zien, staan alle lichtjes die staan gewoon op groen. Dus het hele gebied is open. En de Wildkogel Arena heeft ook een heel groot zonnepark. Oftewel zonnepanelen, die staan hier aan de rechterkant. Maar zeker ook aan de linkerkant opgesteld. En dat brengt weer heel veel schone energie. Ja, en hier gaat het gebeuren. Wij gaan de dalafdaling doen richting Neukirchen. We staan hier aan het einde van de piste bij Neukirchen. En we zitten te wachten op een bus of een treintje die ons naar de volgende lift gaat brengen. En dit elektrische treintje, dat brengt je dus van de dalafdaling van Neukirchen weer naar de lift. Wat opvalt in dit skigebied, dat is dat bijna alle sleepliften die hier op de top liggen, dat zijn eigenlijk allemaal sleepliften die heel makkelijk begaanbaar zijn voor de kinderen. Die hebben ook lessen, dus niet alleen hier aan deze kant, maar ook aan de andere kant boven als je bij de Smaragdbaan bent.
dan heb je daar allemaal van die kinderweides waar heel makkelijk skiles gegeven kan worden. Ja, en het mooie is dat het ook wel op hoogte gebeurt, want je zit gewoon rond de 2000 meter en ja, je bent eigenlijk wel verzekerd van goede sneeuw. Dit is dus zo'n hele brede, makkelijke piste. Net onder de Smaragdbaan kun je dus hier het gebied in. En ideaal voor skiklassen, zoals je hier kunt zien. Vanuit Bramberg zie je ook nog een ander gebied, wel op afstand. Als we twee liften zouden maken, is het aaneengesloten met het skigebied van Kitzbühel. Daar heb je de 2000er panorama allemaal achter die kant. Daar ligt het skigebied van Pasteur Wetter. En dat hoort bij Kitzbühel. En hier begint de 14 kilometer lange rodelbaan. Langs de rodelbaan, een beetje op de rodelbaan, kun je ook nog naar beneden skiën. En neem je de Dalfdaling naar Bramberg. Dan neem je nog altijd leuke terrasjes om aan het eind van de dag hier nog in het zonnetje te zitten. Een stukje lager, zeg maar op de afdaling richting Bramberg, heb je nog een leuk tentje. En ik denk dat dit tentje in de avond ook wel open is. Dat je hier nog een lekker snapsie kunt halen als je met de rodel naar beneden gaat. We zijn in het dal aangekomen en hiermee komt ook gelijk een einde aan deze video, maar ook aan deze dag. We hebben een hele mooie dag gehad, fantastische sneeuw, prima gebied. Daarbij kan ik ook nog zeggen, het is voor kinderen hier helemaal een fantastisch gebied, want rond de 2000 meter, daar liggen de pistes waar ze kunnen oefenen, skiles kunnen krijgen. Kunnen ze verder het gebied in? Ja, dat kan. Gaan ze verdwalen? Nee. Ik denk dat dat heel lastig is. Dus wat dat er gaat, is het een heel kindvriendelijk gebied. Maar de sneeuw is hier ook fantastisch. En kijk eens wat je hier ook kan doen. Rodelen met de allerlangste rodelbaan van de wereld. 14 kilometer lang. En daarmee wil ik afsluiten. En ik zeg maar weer de groeten.